wordt geduideld, ja, Nederland is niet bereid om verder te gaan. Met de premier. Eén uitspraak in een campagne kan heel hard klinken, maar tegelijkertijd is het verhaal langer dan in een campagne-uitspraak. Dus dat heeft Mark Rutte ook. Berman rekent er dan ook op dat Rutte tijdens de formatieonderhandelingen uiteindelijk verder kijkt. Mark Rutte ziet er dan uit als een soort van boeman van de Europese Raad. En dat is zijn rol als Nederlandse premier. En tegelijkertijd staat hij ook voor de Nederlandse economie. Dan weet hij ook wat hij doen staat. Filmpje. Kiezen voor de eenheid van de eurozone. Kiezen voor een betere toekomst voor de Grieken. Ja, dat zie je wel. Er zijn voedselprogramma's op de Griekse lagere school. Want dat kun je toch niet met droge ogen aanzien binnen de Europese Unie, het rijkste deel van de wereld. Nooit een project geven, ook in dit geval niet. En dat betekent niet dat je niet meeleeft met die Grieken die het echt zwaar hebben. Maar dat betekent niet ten koste van. Ik klap hier al met je schoen. Ja, er wordt nu toch alweer 3 weken geformeerd in Den Haag. En dus is het tijd om de balans op te maken met politiek commentator Kees Boonman. Kees, wat hoor jij in Den Haag? Schiet het een beetje op. Nou ja, van mensen rondom die onderhandelingsteams hoor ik dat er nog wel degelijk sprake is van verliefdheid tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Maar daar is natuurlijk wel alles mee gezegd. Precies. Van echte compromissen over belangrijke zaken, zoals wordt de gezondheidszorg niet duurder of niet? Gaat er iets uit het ABBZ-pakket? Gaan de uitkeringen omhoog of omlaag? Die compromissen zijn niet afgesloten. Dat is ook wel moeilijk, want het moet wel te verkopen zijn als je eenmaal zo'n compromis afsluit. Het moet wel uit te leggen zijn en je moet niet beschuldigd worden van kiezersbedrog of van gedraai. En toch is het zo dat het wel een en ander uitlekt. En dat duidt er toch op, lijkt het, dat het wel goed gaat. Dat ze het wel eens zijn, inderdaad. Ja, nou ja, goed. Er zijn afspraken gemaakt over weigerambtenaren. Nou ja, ik weet niet of je nog weet wat dat zijn. Jazeker. Ja, dat zijn mensen die dus inderdaad een hekel hebben om homoseksuelen te trouwen. Maar ja, goed, dat kost geen geld. En je verdient er ook niets mee. En de zondagen die kunnen misschien wat vaker ter beschikking worden gesteld aan winkeliers. En nou, dat zijn ook zaken die eigenlijk niet zoveel opleveren. Het zijn allemaal hele kleine zaken. Maar ja, als er dan iets uitkomt uit de onderhandelingen, dan is het ook meteen groot nieuws. Kijk maar. VVD en PvdA hebben in hun formatiegesprekken afspraken gemaakt over koopzondagen en weigerambtenaren. Wel de bronnen rond de formatie. De twee partijen willen dat elke gemeente zelf mag beslissen of de winkels op zondag open zijn. En zijn dit soort zaken dan dingen die ze expres naar buiten laten komen om te laten zien dat het goed gaat? Ja, je moet het een beetje zien als hapklare brokken die over het hek worden gegooid. Wij staan dan aan de andere kant van het hek om ons een beetje rustig te houden en ons de indruk te geven. Nee, het gaat goed, de vaart zit erin. En zodat wij niet verder gaan speuren naar waar het echt over moet gaan. Waar echt over moet gaan, de zware dossiers, zoals we zagen net al, Griekenland bijvoorbeeld, die moeten nog komen. Ja, de zware dossiers, Griekenland, gaat natuurlijk ook nog breder, gaat het over Europa. Nou, je hebt het net gezien, hè? Daar liggen toch de verschillen vrij ver uit elkaar. En Mark Rutte die zegt maar steeds, geen extra geld naar Griekenland, nou volgende week staat het uitgebreid op.